En de 8e Suriname 1515 verkeersveiligheidsmaand is gisteren afgesloten met onder andere 1 minuut stilte voor de 7 overleden verkeersslachtoffers. Deze zijn in de afgelopen 4 weken overleden. Het thema van de verkeersveiligheidsmaand was hard rijden brengt onnodig lijden. Dat is bij de afsluiting door verschillende sprekers onderstreept. De verkeersveiligheidsmaand is bedoeld om alle deelnemers aan het verkeer, van voetganger tot bestuurder, bewuster te maken over de verkeerssituatie. Deze maand wordt georganiseerd door het ministerie van Justitie en Politie en het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers KSV. Helmut Geesius, voorzitter van het KSV, zegt dat de stichting samen met het ministerie een verkeersslachtoffersfonds wil opstarten voor de slachtoffers en hun familie. Verkeersslachtoffers, ja, dus dat merken wij zeker als KSV, die zijn redelijk onzichtbaar. Dus als er daar sprake is van een kast, willen wij die groep van mensen vragen op het hart drukken om uit die kast te komen. De slachtoffers, die zijn er een heleboel. Mensen van wie het leven ontwricht raakt, omdat zij een letsel hebben opgelopen in het verkeer en misschien ook niet meer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces zoals ze dat voorheen deden. Maar ze zijn er niet. We kunnen ze niet zien, we kunnen ze niet ontmoeten. En wij willen ze bij deze oproepen om contact te maken met organisaties binnen het platform Verkeersveiligheid en zeker ook met KSV. De maand is afgesloten door minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie. De bewindsman benadrukt dat de stijgende lijn van verkeersdoden zich zal voortzetten als niet samen, snel en actief actie wordt ondernomen. Volgens hem moet de verkeersveiligheidsmaand in 2020 anders verlopen. Getrouw verduidelijkt dat de eigen verantwoordelijkheid van de weggebruiker heel belangrijk is. Uw gedrag in het verkeer is doorslaggevend, benadrukt de minister. Wij bepalen het voor het overgrote deel zelf. Daarom vraag ik speciale aandacht voor dit thema. Er zijn natuurlijk een paar zaken die daarmee gepaard gaan. Onze wegen zijn niet ontworpen en ingericht om hard te rijden. Door hard te rijden kunt u ongeveer 5 minuten aan tijd winnen. Maar dat kan slechts onder bepaalde omstandigheden. En dat, desalniettemin is het een gevaarlijke situatie. De risico's en gevolgen van hardrijden zijn vele maal groter dan het eerder bereiken van uw bestemming. Laten we niet voorbij gaan aan die ernstige aanrijdingen waarbij verkeersongevallen het menselijk leed als gevolg hebben. Denk aan het gezin van de familie. Denk aan het overlijden van de slachtoffers. Stuart Getrouw, minister van Justitie en Politie. Hij heeft gisteren de 8e Suriname 1515 verkeersveiligheidsmaand afgesloten. Het thema van de maand was hard rijden brengt onnodig lijden. De afsluiting is gehouden op het terrein van het ministerie aan de Henk Aronstraat. Na de officiële afsluiting van de verkeersveiligheidsmaand is er weer een verkeersdode te betreuren. De 55-jarige fietser Kenneth Casno is gisteravond overleden na te zijn aangereden door de 19-jarige bromfietser Richwan. Deze aanrijding vond plaats aan de Jamoestraat.